Wordt natuurlijk een grote hit en je zag hem hier bij Trax. Goed, ik kijk naar links en ik zie jou daar zitten, zomaar. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Hallo, geef even je goede naam, want... Mijn naam is Hans Diener. Ik versprak me net al in de repetitie ook en dat vind ik zo gênant als ik je naam verkeerd uitspreek. Hans, jij bent van The Essence. Klopt. Essence is een Nederlandse band die al vrij veel dingen op hun naam hebben staan. Om even te resumeren, jullie hebben een platendeal in Engeland gehad. Zeker. Jullie hebben uitverkochte optredens in Frankrijk. Een top 10 notering in Spanje. En jullie zijn ook nog eens een cultbandje in Amerika. Waarom ken ik jullie niet? Om het heel kort te maken, we hadden een paar jaar geleden zijn we begonnen. En we hadden een Engels platencontract. Dus we hebben heel erg veel vanuit Engeland gewerkt. En de platenmaatschappij heeft gewoon eigenlijk veel te weinig gedaan. Maar, in Nederland voor ons. Maar is dat niet iets wat dan ook een beetje jullie schuld is? Ja, misschien ook wel. Maar aan de andere kant is het ook weer zo van... ja, je zal qua marketing zou je dat toch ook van de maatschappij moeten hebben. Ja, want in hoeverre ben je afhankelijk van een platenmaatschappij... om door te breken in bijvoorbeeld nou in Nederland? Ik denk wel voor een redelijk groot gedeelte. Ik bedoel, ik geloof in onze muziek zeker dat het heel erg goed is. Dus, en we hebben in Europa hebben we eigenlijk al zo verschrikkelijk veel platen verkocht. Dus Nederland is eigenlijk de enige waar het nog niet gelukt is. En nu we een nieuwe maatschappij hebben... gaan we daar nu aan beginnen. Waarom geloof je zo in jullie band? Gewoon omdat ik denk dat het hele goede muziek is. Het is hele goede popmuziek. Het zijn echt liedjes. Er zit emotie in. Voor mij is muziek emotie. En hoe zou je het willen omschrijven als je zou moeten zeggen in één zin... dit is The Essence? Ja, als ik het beestje een naam moet geven. 90s rock in de stijl van U2. Ja. Jullie worden in de Engelse bladen onder andere als vergeleken met The Cure. Ben je het daarmee eens? Tot op zekere hoogte hebben we daar ook invloeden van, maar zoals, er zijn ook zoveel andere dingen. Ik zeg al zoals U2 of een R.E.M. of een Pink Floyd. Ja. Nou, je hebt in ieder geval nu de kans om je te bewijzen hier in Nederland. Want ik zou zeggen, ga naar het prachtige Persisch tapijt. Kunnen jullie namelijk je nieuwe single spelen. Je ziet ze hier bij Trax, The Essence. Vergeet die naam nou gewoon niet, want je zag hoe het ging bij X-Tins vorig jaar. Die staan nou toch ook in de top hutsenfluts. In ieder geval... ze kunnen heel groot worden. The Essence. Ze hebben een single uit die heet Taking on the World. Komt binnenkort uit. En je ziet ze hier live bij Trax.
Jullie zei het al, vergeet niet deze naam. The Essence, Taking on the World, dat is hun nieuwe single.